In de hogere regionen van het voetbal kan Antwerpen zich opmaken voor een ongeziene oorlog. Beerschot gaat in beroep tegen de licentie van aartsrivaal Antwerp. Dat een club in beroep gaat tegen het toekennen van een licentie aan een andere club, dat is ongezien in België. En het is de zoveelste episode in de totale clash die er ontstaan is tussen Patrick van Oppen bij Beerschot en de groep Verhagen-Hofmans bij Antwerp. Het is nu 10 dagen geleden dat Antwerp van de Voetbalbond zijn licentie kreeg voor volgend seizoen. Maar Beerschot vraagt nu om die licentie opnieuw in te trekken. Het is dus du jamais vu dat een andere club, in casu, in dit geval een eerste klasse club, de licentie van een andere club betwist. In dit geval verbaast het mij nog meer, omdat het hier een eerste klasse club betreft, die de licentie van een tweede klasse club betwist. De logica ervan ontgaat ons volledig. Volgens Beerschot is Antwerp financieel te ongezond om in tweede klasse te kunnen blijven spelen. Grote baas bij Beerschot, Patrick van Oppen, bevestigt dat zijn club beroep heeft aangetekend, maar wenst verder geen commentaar te geven. Beerschot en Antwerp leven nu al ruim 1,5 jaar in staat van oorlog, sinds Van Oppen in februari 2011 Beerschot overnam van de groep Verhagen-Hofmans en die op hun beurt vervolgens Antwerp overnamen van Eddy Wouters. Ik roep mijn supporters op om dat, laat ons zeggen, met de nodige kalmte te bekijken en zeker niet op de provocatie van Beerschot in te gaan. Op de Voetbalbond bevestigt men dat de klacht van Beerschot effectief is ingediend. Ze bekijken het nu verder. Ik ben bezig voor het moment van dat na te checken, maar ik heb het wel gehoord dus dat er een beroep zou komen via Antwerpen voor de beslissing van licentie Antwerpen, ja. Maar ik heb nog geen tijd gehad voor dat na te checken. Indien de licentie effectief wordt ingetrokken, dan zakt Antwerp naar derde klasse. Volgende week vrijdag komt de zaak voor. We zijn uiteraard geschrokken, maar wij zien met vertrouwen de uitspraak van de beroepsinstantie tegemoet.